Ziet u ze al? Nee, ik zie helemaal niks. Nee. Waar zijn ze heen? Het is eigenlijk een beetje te winderig. De beesten zijn van lekker rustig weer. En als er te veel wind staat, dan trekken ze zich wat eerder terug in de dekking. Dus dan zoeken ze wat eerder de beschutting op van de bossages, van de rietvelden. Maar ho, wacht. Daar zijn er al twee. Oh, daar gaan ze. De reeën hebben het goed op 10 gemeten. Er is beschutting en er is genoeg voedsel. En een kilometer zwemmen is geen probleem. Blijkt uit een filmpje gemaakt door de schipper van de veerpont. Dat stuk zwemmen ze dus over. Ja, dat zwemmen ze over. Nou goed, die overkant is duidelijk te zien. Nou, de reeën zien dat ook. Dus ze zien de andere oever. En dan is, zolang ze de andere oever zien, is water geen barrière. Kijk, ze zwemmen dus bijvoorbeeld niet naar Engeland of zo. Ze moeten wel een oever kunnen zien. Ze moeten wel gericht ergens naartoe kunnen zwemmen. Maar hebben ze het dan niet koud? Hoe doet een ree dat? Ja, die isoleren de haren. Hè? Dus koud. Ja, die beesten die leven in een andere wereld als wij. Joh, die zijn zo gehard. Die hebben het nooit koud. Die hebben het niet koud, die hebben het niet warm. Die hebben het altijd goed. Die hebben altijd de beste jas aan die je kunt bedenken. De teller staat nu dus op 2 reeën. Dat is niet genoeg natuurlijk. En ja hoor, bij de uitkijk hebben we weer geluk. Kijk, daar gaan ze. Heb je ze nog? Oh, daar lopen ze nog. Ja. Zie je ze weer? Er waren 2 bokken. Ja. En ze zijn eruit gegaan omdat ze ons vermoedelijk geroken hebben. En niet precies wetende waar het vandaan kwam. Het is een beetje dwarrelende wind, zeg maar. Want ze waren ook een beetje zoekend, hè. Van wat was het en waar kwam het vandaan? Ja, ze ruiken het vele malen beter dan wij natuurlijk. En, maar ze waren echt onzeker, hè. Van er is iets, maar we weten niet wat. Vindt u het leuk dat er steeds meer reeën komen? Jawel, het zijn prachtige beestjes, toch? Schitterende beestjes om te zien. En om ze te volgen is ook hartstikke mooi. Hun levenswijze een beetje beter begrijpen. Dat is schitterend om te zien.